President Chandrika Prasad Santokhi is van mening dat de wereld iets moet doen aan klimaatverandering. Suriname is volgens hem bewust van de dreigingen, maar ook de mogelijkheden om bescherming te bieden tegen gevaren. De president sprak vandaag de weg naar zee, waar hij samen met Mark Rutte, van de minister-president van Nederland, en een delegatie van vertegenwoordigers van zowel de Surinaamse als Nederlandse regering enkele mangrovenbomen heeft geplant. Ik ben net getuige geweest van het planten van mangroven door de minister-president en zijn delegatie van Nederland en de president. Wat is die boodschap? Dat we beide landen onderkennen dat we iets moeten doen aan die klimaatverandering. De klimaatverandering voltrekt zich in de hele wereld en alle landen worden een slachtoffer. Maar hier in Suriname zien we namelijk wat de dreigingen zijn, maar ook de mogelijkheden om ons land te beschermen. En dat is wat we vandaag hier doen, duurzaam werken aan, zoals de wereld dat vraagt, adaptatie, maatregelen. Maar tegelijkertijd is die mangrovenplant een plant die enorm veel uitstoot absorbeert. En dit zorgt ervoor, zoals we als land carbonnegatief zijn, dat we dat ook gaan blijven. Maar tegelijkertijd is de mangrovenplant een plant die enorm veel carbon credits heeft. Dus voor de toekomst worden we als land in een betere positie geplaatst als het gaat om carbon credit financing. Ja. En dat ook op de wereldmarkt te kapitaliseren. Santokhi zegt verder dat hij ingenomen is met de opmerking van Rutte dat de mangrove aanplant langs de kust, de weg naar zee, goed in de gaten gehouden moet worden. De minister-president deelde mee dat Suriname het voortouw moet nemen om gebruik te maken van de natuur om dreigingen aan te vechten. Dit is natuurlijk bouwen met natuur. En je houdt ook zoveel CO2 vast, dat heeft zoveel andere voordelen. Dus echt prachtig. Helaas in Nederland kun je natuurlijk niet mangrove planten. Met de klimaatverandering gaat het ook niet zo snel gelukkig. Maar je kunt wel leren hiervan. Past dit in dat model van COP26? Ja, volledig. Nee, misschien. Nou, loopt het enorm voorop. Dat is een van de weinige landen in de wereld die volgens mij CO2 opeten in plaats van uitstoten. Dat is natuurlijk uniek. En je laat ook zien hiermee dat jullie in die traditie gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Dat is prachtig. Gaat u wetenschappers interesseren om recht in Suriname te komen om dit model... Ja, want er is te weinig samenwerking, hoorde ik. Dus daar moeten we echt... Liesje moet daar even... Ja, ik ben een collega Liesje over. Maar daar moeten we voor zorgen dat er meer samenwerking komt. Rutte deelde mee dat er een samenwerking met de Universiteit van Nederland bewerkstelligd zal worden voor gezamenlijke wetenschappelijke studies. De Surinaamse techniek van mangrovenbeplanting zal daarbij zeker meegenomen worden. De minister-president is voor een 2-daags werkbezoek in Suriname.